Vandaag staan we in de kantine van het sportpark Willem-Alexander, waar een supergezellige Sinterklaasshow werd gegeven. De show is georganiseerd door de drie verenigingen van het sportpark: VV Ketel Spaland, Ventura en de ballet- en dansstudio Schiedam-Vlaardingen. Ook spraken we nog met Pim Koning, voorzitter van VV Ketel Spaland. Pim, we hebben net naar een fantastische show gekeken. Wat was dat? Ja, dat was zeker een schitterend feest. En echt fantastisch, zeg maar, wat je ook al zegt. Eigenlijk pietastisch, hè, zoals de groep eigenlijk genoemd wordt. Ja, het is een heel nieuwe ervaring. Het is natuurlijk zo dat de drie verenigingen die hierbij betrokken waren, ook de dansschool, ja, die hebben het altijd op hun eigen houtje gedaan, individueel bij hun vereniging. Ja, en nu hebben we de krachten samengespannen en gezegd van joh, dit moeten we gezamenlijk doen, niet wetende dat het zo'n groot succes zou worden. Omdat Sinterklaasfeest hier is op het sportpark, voor het eerst met alle verenigingen bij elkaar. En wij mochten drie dansen op deze geven. De kids en de minis van de selectiegroep en daarna met z'n allen de Pieter Macarena. Ze danste supergoed volgens mij. Volgens mij vond Sinterklaas het heel mooi. Volgens mij ook. Ja, het zag er ook heel leuk uit met z'n allen. En het was hartstikke druk. We hadden 150 leerlingen. En ik denk dat er misschien nog wel meer zijn gekomen. Het zat echt propvol. Er kon ook niemand meer bij. Er zei zelfs nog iemand tegen mij vanmiddag, dat was wel grappig, van joh, nou hebben jullie zo'n grote kantine. En eigenlijk is die voor zo'n gezelschap eigenlijk alweer te klein. Dus ja, het was in één woord gewoon fantastisch. Ja, dat ging fantastisch, toch? Ja, erg leuk om te doen. Ja, wij vinden het altijd leuk, dus we hopen dat de mensen het ook leuk vonden en jullie natuurlijk. Want jullie doel was om iets te krijgen natuurlijk. Ja inderdaad. Hebben we hem in de buurt? We pakken hem er even bij. Wij doen dit namelijk al heel lang en ja, elke grote artiest, hè, die krijgt natuurlijk op een gegeven moment, als je vaak genoeg je best hebt gedaan, een gouden plaat. Net als dat je een diploma kreeg. En nou hebben wij dus ook, zie hier, de gouden plaat. En jullie hebben hem gekregen natuurlijk, van Sinterklaas. Ja, natuurlijk niks is belangrijker dan dat Sinterklaas hem geeft. Hè. Dat is natuurlijk wel de grootste waardering die je kan hebben. Dus hij is nog lang niet van ons af. Nou, jullie hebben hem verdiend, want de liedjes waren supergezellig en de dansjes waren echt top. Ja, fijn. Hè? Iedereen deed ook leuk mee, hè Piet? Zo, ja, zeker. Was echt fantastisch. Dus grote mensen deden mee en was echt fantastisch. Hallo Sinterklaas. Kerel, hoe is het met je? Ja, met mij gaat het goed. Hoe gaat het met u? Nou, druk. Druk, heel druk, maar wel heel gezellig. Heeft u genoten van de show? Ik heb bijzonder genoten van de show, ja. De Pieten waren al de hele tijd bezig in het Pietenhuis. Maar, excuus parfum, dit is zo geweldig, zo leuk. De kinderen zijn er heel blij mee. Grote mensen herkennen de liedjes. Ik vind het helemaal geweldig. En u vond het een super verjaardag cadeau? Een super verjaardag, ja. Er is één cadeau wat ik mooi vind en dat is een kusje van Americo. Maar dat mag ik niet hardop zeggen, want dat klinkt een beetje raar misschien. Maar dit was een heel mooi cadeau. Mooie show, hele mooie dansshow. Ja, mijn avond is helemaal fantastisch. Nou, gelukkig Sinterklaas, nog een fijne verjaardag verder. Ik dank jullie wel voor het interview en tot ziens allemaal. Hè. Dag.